Zeskamp Cup 87. De NCRV spelsportshow met 20 Nederlandse dorpen en steden. Vanavond komen in actie uit Groningen de gemeente Oude Pekela. Oude Pekela, een mooie gemeente, gezellige bevolking, met als lijfspreuk vol voort erin met vaste haans. De provincie Gelderland wordt vertegenwoordigd door de stad Doetinchem. Doetinchem, 750 jaar oud, alle voordelen van de grote stad en toch ook de echte achterhoekse van vrijheid en gemoedelijkheid. Voor de provincie Overijssel wordt deelgenomen door de gemeente Friesenveen. Friesenveen, het mooiste dorp uit Twente, alles leeft er, alles bruist er. Friesenveen, ja natuurlijk. En voor Flevoland speelt het zeskampteam van de nieuwe stad Almere. Almere, de groene randstad, bestaat nog maar kort, maar boven aan de ladder staat nu reeds de sport. Wie wordt de winnaar in deze tweede ronde? Oude Pekela, Doetinchem, Friesenveen of Almere? Ik ga ze graag nu aan u voorstellen. Allereerst de langste scheidsrechter van Nederland, Dick Stuart. De wedstrijdleider. Hij wordt gevolgd door zijn scheidsrechters Marjan Hebbing, Gerrit Ekkelboom, Wim Kokke, Ab Lammers en Emiel Keizer junior, de starter. En dan de cup waar het allemaal om gaat. Daar komt uw beeld in. Achter mij staat hij. En wie staat erin? Onze razende reporter Henk Mouwen. En dan denkt u misschien aan Frank Maasmeijer. Die werkt vanavond elders. Maar wij weten ons verzekerd van de Grand Old Man, de grijze eminentie van de NCV Televisie, Dick van Bommel. Leuk dat hij weer terug is. En dan natuurlijk het grote moment, de opkomst van de ploegen. Ze liggen 5 kilometer boven Almelo. Hier is Friesenveen. De gemeente die ooit als zeskamp hebben meegedaan. Hier komt uit de polder Almere! Ja, 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 dat is Almere! En dan gaan wij naar de Achterhoek. Ze bestaan 750 jaar, zeer jong. Hier is Doetinchem! Scheemda uit Groningen haalde het niet. Geen Scheemda, misschien Oude Pekela. Oude Pekela, niemand doet ons na. Zeskamp met één bekende kreet. Deelnemersattentie, op uw plaatsen! En de deelnemers, dames en heren, zijn naar hun plaatsen. Maar voor ik iets ga vertellen over de zeskamp van vanavond, eerst graag uw applaus, ovationeel, voor ons huisorkest. Onder leiding van Dirk Oegema, de Sterkikers uit Franeker. Kort, zeer krachtig, maar o zo aanwezig. Nou, daar gaan we dan.
U weet misschien dat de Zeskamp altijd een thema heeft. De vorige keer was het ontdekkingsreizen. Nu staat alles in het teken van de sport. En we beginnen dan dadelijk ook onmiddellijk met een spel dat zich hier af gaat spelen. Op deze prachtige gele vloer. U hebt 5 weken geleden het ook al gezien. Het gaat een beetje lijken op turnen, maar dan wel op zijn zeskamps. Punten 8, 6, 4, 2 in die volgorde. Maar wij mogen een joker inzetten. En ik vraag nu aan de captains, jazeker, daar komt de eerste joker. En dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar het is niemand minder dan de captain van Doetinchem, Bert Schimmel. Bert, wat een prachtige joker. Wie is dat? Dit is Graf Otto. Graf Otto heeft 750 jaar geleden Doetinchem de stadsrecht gegeven. Dus we hebben een heel jaar feest in Doetinchem. Juist, ongetwijfeld gemaakt door die prachtige poppenmaker Marius Prijn. Ik wens jou heel veel succes. Dubbele punten dus, dames en heren. Voor Doetinchem, Bert gaat terug met zijn joker naar de tribune. En wij gaan van start. Voor de eerste maal kan ik het roepen. Dick Stuart, zijn ze klaar? Zo ja. Miel Keizer, ga je gang. En daar die hele aparte en vermoeiende turnoefening door Vriezenbeen in het geel, Oude Pekela in het lichtblauw, Almere in het donkerblauw en Doetinchem in het rood. De mannen moeten krap lopen en Doetinchem ligt achteraan en Doetinchem heeft zijn joker ingezet. Want iedere foute pas hier, die kost punten, daar gaat er weer een. En Johan Meijs van Oude Pekela ligt op kop, daarnaast van Almere Ronald Kruijbeek. En hoe is het met Doetinchem? Die redt het niet, die redt het niet in het kruiwagen lopen. Is inmiddels begonnen met Nanda de Haan en Tjarko de Wind op kop daar voor Oude Pekela. En kijk eens, daar komen ze en nu wordt er gewisseld en nu krijgen we bij de volgende turn krijgen we koprollen. Het koprollen waarin Oude Pekela het eerst van start gaat gelijk met Vriezenveen. Doetinchem is nog niet binnen, wat vreselijk is dat voor ze voor de joker. En Vriezenveen gaat daar ontzettend snel door. Vriezenveen, Gerry Meijerink en Leo Slot samen. Daar gaan ze over de streep. En dan de laatste man, dat is de handenloper. En attentie daarvoor, om 20 meter op handen te lopen. Erik Roelofsen doet dat, 25 jaar. Erik Roelofsen in het geel. En hij is eerste. En daarachter, vanaf voren komt hij, Gert Grieving. Gert Grieving, wat doet hij, Gert? Gert Grieving loopt door. Gert Grieving gaat hem misschien winnen. Op de laatste meters gehaald. En daarom, baan 2 en 3 zijn ze binnen. Het ging mooi en we wisten wel dat het aardig goed ging dit. En vanmiddag hebben we ons een beetje ingehouden. Nou, alles uit de kast, hè. Het ging mooi. Het Doetinchem groepje voor het kruiwagen lopen. Erik Sloot en Hanni Reineman. En die valt en dat bezorgt ze een tweede plaats. Hier komt de uitslag. We gaan eens even kijken. Almere had een tijd van 1.30-1. Die 1 komt niet bij Evie de Vries op het scorebord. Zij doet dat vanavond, die 1 kan er niet bij, 1.30. Maar Almere krijgt er wel 2 punten voor. Dan gaan we naar Oude Pekela. Tijd van 1.27 levert Oude Pekela 4 punten op. Dan Doetinchem met de joker. En dankzij toch ook vooral die fantastische op zijn handenloper. Slaagt Doetinchem erin 6 punten maal 2 is 12 punten op het scorebord te krijgen. Tijd 1.21.5. Maar de grote winnaar is natuurlijk Vriezenveen met een tijd van 1.11.8. 8 punten. Dat staat op het scorebord en wij gaan snel naar ons eerste echte sportspel. Een origineel, dit is niet de regisseur, dit is een paard. Het originele jachtspringconcours zal zich hier gaan voltrekken op een fantastische wijze. Maar voor ik u ga vertellen wat er gaat gebeuren, zijn er jokers? Nou, of er jokers zijn, om te beginnen is hier Jan Bruintjes van Oude Pekela. Hij zet zijn joker. Jan, vertel dan een prachtige joker. Het geeft weer enerzijds het wapen van onze plaats. De twee hoogtepunten die van heinde en verre te herkennen zijn, de fabriekspijpen en de watertoren. Daarnaast de belangrijke pijlers in ons gebeuren. Enerzijds de papierindustrie waar plusminus de helft van onze bevolking de kost moet verdienen. Anderzijds een nieuw stukje vaarrecreatie die ontwikkeld is in Oost-Groningen en met name in Oude Pekela. Tot u sprak de directeur van de VVV, zou ik maar zeggen. Jan, heel veel succes met deze prachtige joker. Nog een joker, want aan de andere kant, en daar bedoel ik jou niet mee, staat mijn collega, mag ik wel zeggen, want hij verslaat vele zeskampen, triathlons in het land, Allard Veldhuis. En die joker, een prachtig ding, heeft te maken natuurlijk met Almere en de polder. Ja, want dit is de kneuter. De kneuter is het beeldje wat ooit door de adviescommissie is geschonken aan Landros Lammers. Die was op een gegeven moment, zei hij in een interview,
Het is hier wat kneuterig. Vandaar dat de ACA toenmaals de kneuter aanbood. En deze is gemaakt door de zusjes Wessels. Dat zeg ik, zusjes Wessels. Nou, laten we hopen dat hij jullie veel succes brengt. Dubbele punten ook voor Almere. Kom er maar uit, want wij gaan van start, dames en heren. Een jachtspringconcours wil zeggen, er wordt gesprongen op tijd en op strafseconden. Iedere hindernis die omgaat, grote hindernis, levert 10 strafseconden op. Iedere vaas die in het parcours omgaat, levert 5 strafseconden op. Er is ook een driesprong en die levert, als je ze alle drie omgooit, 3x5, 2x5, 1x5, dat zien we wel. Kom je buiten de tijd binnen, dan worden de seconden erbij geteld. De maximale tijd is 1 minuut. We spelen 4 manches voor de dames, dus 1 voor 1. Dan komen de tijden op het bord en dan komen de mannen van dezelfde ploegen. Tijden worden erbij geteld en dan hebben we een eindklassement. Als eerste staat klaar de Amazone van Oude Pekela. Het klinkt als een gedicht. En voor ons staat klaar onze eigen Ben Arts, oftewel Miel Keizer. Miel, ga je gang. Voor Oude Pekela, Mariek Zuiderveld in de ring op haar paard Mans S. En die sloot, dat geeft geen enkel probleem aan nou die driesprong. En die driesprong gaat 1, 2, 3 goed. En dan gaat ze over de heg, wat geen problemen kan geven. Maar nou dat boerenhek, hoe gaat het met Mariet? Hoe gaat het met Mans S? Er valt wat om, ik kan hier vandaan niet precies zien wat. Nou gaat ze naar de muur en de muur. En ik denk dat het een bijna foutloos parcours is van deze vrouw die werkzaam is bij de Rijkspolitie. Uitslag, eerste dame van Oude Pekela. Een tijd, een schitterende tijd, 20.91. Geen enkele strafseconde, blijft 20.91. En daar komt straks de tijd van de heer, oftewel de H, bij. Tweede dame op het parcours betekent de dame van Doetinchem. Miel voor de tweede maal. En Doetinchem heeft die punten nodig. En daar gaat Annelies Aaldrink voor zorgen in haar snelle rit met haar paard Last Minute. Want ze hebben op het laatste moment gewisseld van teams. Ik zie daar wat vallen en u ook. En dat betekent strafseconde. Over de heg geen probleem. Nou, dat boerenhek, daar gaat ze weer. Kom op. Annelies Aaldrink. Op weg naar de muur. Haalt ze de muur. Aanzetten, kijken en springen. En het paard met zijn voorbenen er doorheen. Jammer nou toch. Het paard wil niet wat jij wilde, hè? Nee, het paard wil niet wat ik wilde, nee. Tijd en strafseconde van Doetinchem. U hebt gezien op onze elektronische tijdwaarneming. 25.64 was de tijd. Daarbij komen 35 strafseconden. Levert Doetinchem op, wat de dame betreft, een tijd van 60.64. Er valt nog veel te doen voor het mannetje van Doetinchem. Wij gaan naar de volgende manche. Krijgen aan start de eerste dame. Almere in de strijd. Miel, ga je gang. Uit Flevoland, Almere, Jolanda Leij. Jolanda Leij die we kennen uit de Jeugd Olympische Dagen. En die dan ook driftig springt over die sloot. De eerste van de driesprong goed, de tweede, de derde. De derde missen, dat is nou jammer. En daar over de heg. Nou het boerenhek voor Jolanda. Jolanda met een paar Denise. Gooit de bloempot om. Ja, dat telt ook mee. En feilloos over de muur. Jolanda met Denise. Denise genoemd naar een van de spelers rond Schaap. Zijn kindje, wat vorige week geboren is. De tijd van Almere. 1960, een schitterende tijd, maar 20 strafseconden, 1 keer 10, 2 keer 5. Totaaltijd 39.60. Almere, de joker, een beetje gebruikt. Oude Pekela doet het fantastisch, maar de heren zullen het uitmaken. Voorlopig krijgen we ook nog natuurlijk de laatste dame van Vriezenveen, Miel. En dat is Inge Janssen Smit, 26 jaar oud, onderwijzeres met haar paard Hea 3. Geen probleem over de sloot. Nou draaien naar die driesprong en daar haalt ze de eerste en de tweede. En niet de derde met die voorbenen eraf, wat jammer nou. En nou over naar de heg, naar het hek. En dan maar door rondom die bloemen. Haalt ze de muur, daar gaat ze. Pep, pep en struikelen door de finish in een razendsnelle tijd van 21.6. Kijk eens hoe ze naar de muur gaat. Kijk die inzet. En nou eroverheen. En fantastische landing. Foutloos over de muur. Prima prestatie van Inges Janssen Smit. Dick van Bommel klinkt als Aad van Leeuwen in zijn beste jaren, dames en heren. Vriezenveen, een schitterende tijd, moet ik zeggen. 21.60 plus slechts 10 strafseconden. De tweede tijd tot nu toe. 31.60 voor Vriezenveen. En Vriezenveen mag met één weer aan de bak. Want in omgekeerde volgorde komen nu de heren. De eerste heer. En waarschijnlijk rijdt hij op een hengst. Hij komt uit Vriezenveen. Miel, gaan we weer. De bankamployé André Boshoeven. Met zijn paard Hea 3 over de sloot. Feilloos.
Nu de driesprong, niet te haastig, want dan haal je het niet. Dat doet hij goed, dat doet hij goed met die lange benen. Wat een lange benen heeft die man. Dwars over de hek. En nou even inhouden, het paard weigert. Toch krijgt hij onder controle over het beroerde hek. En nou naar de muur. Hoe doet hij dat? De muur, gehaald. En een schitterende tijd, 20/17 seconde. De heer van Vriezenveen, hij lijkt van adel. Hier komt de tijd, 20/73 plus 10... 30-73, opgeteld bij de tijd van de Amazone, levert de totaaltijd op van Vriezenveen en houd die in de gaten. 62-33 en vindt een prima tijd hoor. De tweede heer op het parcours, Almere, Miel. En Almere zet vertegenwoordigd door René Bloemers. René Bloemers op het paard Denise 2. En Denise, waar ik u straks al vertelde waarom dat paard zo heet, gaat hier over een goed gedeelte heen. Nou, het hek nog even. En die man is snel. Die man is razendsnel. Daar gaat hij over de muur. Bijna zet hij niet te vroeg af, maar hij haalt het. In een fantastische tijd. 16-18 seconden voor René Bloemers. Ja, moet kunnen voor atleet, hè? Dus snel springen. En zon foutloos, hè? Ja, uiteraard. Moest wel. De dame was een beetje fout gegaan, dus ik had wat goed te maken met die auto. En ook een heer is nu foutloos, dames en heren. En ik begrijp nu dubbel dik, inderdaad, jij zei het al, waarom Almere die joker heeft gezet. Kijkt u naar de tijd. 16:87. Geen strafseconde. Geeft totaal op het scorebord voor Almere. 56:47. De beste tijd tot nu toe. Wij gaan naar Doetinchem. En Miel Keizer komt er vandaan. Miel, ga je gang. En daar krijgen we Peter Onvlee in de ring met last minute. En hij moet wat goed maken, want de dame van deze serie die eindigt op de laatste plaats. En hij doet het met zijn lange benen prima. En dan toch niet, je mag het ook niet te vroeg zeggen. Over de hek, kijken met het boerenhek. En nou daar de muur. Peter Onvlee, om de secondetjes gaat het nu. Dat haalt hij foutloos en davert over de finish. We zien hem nog een keer, Peter Onvlee. Ja, wat daar allemaal boven zo'n muur gebeurt. Je moet er maar middenin zitten in zo'n paard. En hij krijgt toch het hoofdje weer recht naar de finish. Jammer dat de dame van Doetinchem wat pech had. Want hier komt de tijd van de heer. 20:24, slechts 5 strafseconden. 25:24, totaaltijd. 85:88. En wat gaat nu de tweede joker opleveren? Wij gaan voor de laatste maal nu aan Miel vragen, start de heer, en in dit geval oude Pekela. En daarvoor komt Rutger Oldenburger, de 25-jarige bedrijfsleider bij een recyclingbedrijf, die daar over de hindernissen gaat. Hij weet dat de joker op het spel staat, hij weet dat zijn dame de snelste was. En nou moet hij door, nou moet hij er overheen, geen weigeringen. En nu naar de muur, en kijken of hij het haalt. En hij haalt het. Hoor op de achtergrond het gezang, dames en heren. Hier komt de tijd van de heer van Oude Pekela. 18:60 plus 15 strafseconden, 33:60. Oude Pekela eindigt op 54:51. De beste tijd. En dat betekent met de joker 16 punten voor Oude Pekela. En daarmee komen ze op 20 punten. Dat was spannend tot het laatste, hè? Ja, het was. Het is steeds zo geweest dat die jongen van ons veel sneller was dan dat meisje. Nu was het precies andersom. Hij maakte slechts 2 foutjes: eentje van 5 en 1 van 10. Met een snelle tijd en we waren binnen. Dan hebben wij Doetinchem. Met die 85-88 heb ik helaas maar 2 punten voor jullie, jongens. Dat wordt 14 totaal. Dan de tweede joker die uitstekend werd gebruikt: Almere. Een tijd van 56-47. Levert hen 2x6 is 12 punten op. Zij komen totaal op 14 punten. Almere, 10 jaar in trek. En tenslotte Vriezenveen, iets minder nu, 4 punten. Zij komen totaal op 12. Zie daar de totaalstand. Na 2 wedstrijden en 3 jokers gebruikt. Alleen Vriezenveen heeft de joker nog te goed. Wij gaan naar het volgende spel. Sport in zeskamp, dames en heren, kan ook een combinatie van 2 sporten zijn. Bijvoorbeeld turnkorfbal. Het klinkt vreemd, maar u zult begrijpen wat er gaat gebeuren zo dadelijk. Maar voor ik van start ga met de uitleg, zijn er nog jokers? Het kan er nog 1 zijn. Laat die daar nou zijn, zegt. Daar komt hij. De captain van Vriezenveen. Zet hem even hier voor, René. René, oude Alink.
zet zijn joker. Wat zal de MAVO in Tubberg het leuk vinden? Hij is daar adjunct directeur. Vertel, wat is voor een joker? De joker is hij bestaat uit twee delen. En bovenin zien we het gemeentewapen van Frieseveen. Een gemeente voor iedereen, dus een gemeente om te wonen, om te werken en te recreëren. En de Zeskampen. Ik hoop dat die dubbele punten voor je opleveren. Doet hij sowieso, maar een heleboel dan, hè? Ik hoop het ook. Oké, veel succes. Dames en heren, wij gaan dit spel spelen in 4 manches. Maar na de tweede manche komt eerst het volgende spel. Dat is zeer spectaculair. En dan kom ik hier weer terug met de overige manches. Wat gaan we doen? Zo dadelijk gaan 6 atleten per ploeg, 3 dames en 3 heren, hier langs de trapeze naar de andere kant. Maar helaas, buiten het bad staan 3 heren. 1 per ploeg. Tegenpartij dus, met korfballen. U ziet die bal onder mijn arm, of u hebt hem al gezien. En als die bal door de korf gaat, dan gebeurt er iets raars met zo'n trapeze. Daar moet u maar op letten. Almere gaat als eerste van start. De maximale tijd is 2 minuten. En wij hopen zoveel mogelijk mensen over te krijgen in die 2 minuten. Dan heen gewonnen. Dames en heren, attentie. Dick Candy, Miel, ga je gang. Almere, dat een gedeelde tweede plaats heeft op dit moment. Almere met René Bloemers. En de ballengooiers die er op zo'n 12 meter afstand staan, moeten proberen die korven te treffen. René gaat door en daar gaat hij te water. Jammer. En daar komt Ronald Kraaibeek, moet erachter zitten. U ziet hoe moeilijk die afstand is. Toch als ze zo'n bal precies in die korf krijgen, dan valt die trapeze naar beneden. En anders is het gewoon een kwestie van vermoeidheid. Ronald Kraaibeek, 20 jaar, student CIOS. Die moet dat kunnen. En daar gaat hij, blazen er wel. Pak een beet. Pak een beet, Ronald. Daar kom je doorheen. En nou nog naar de finish. Hij haalt hij het. De captain staat aan het eind. Hij is in de buurt. En ze hebben hun eerste man binnen. En daar de tweede man, Chris van Dijk, denk ik dat dat is. En nou met Yvonne Mandemaak, die staat het daarmee. Nee, die is al in het water gegaan. Andrea Kok, die zich daar uitstekend voortslingert. Nou komt ze dichter bij de finish. Andrea Kok, even terugnemen om met die handen precies de goede plek te vinden. Doe maar, Andrea, ga door, want de tijd dringt. We hebben nog een minuutje te gaan. Andrea komt dichterbij. Val in de armen van je captain. En daar is ze binnen. En dat zijn er, dacht ik, 2. En 3 zijn het er al. En daar, ik word goed gecorrigeerd door de Rolling Star Girls. En daar hebben we de volgende man op pad. Die is weer terug, René Bloemers. René Bloemers is nu dicht bij de finish. Haalt hij het, hij haalt het. En daar hebben we de tweede man. Ik denk dat het Ronald Kraaibeek is. Maar zijn nummertje is hij verloren toen hij straks in het water viel. Misschien haalt hij het nu. Even kijken, daar komt hij dichterbij. Captain, pak hem. Hij is binnen. Naar mijn gevoel zijn het er 5. En daar komt, daar komt Ronald aan. Ronald met nummer 2, die was wat achtergebleven vanwege die duik in het water. Die dame passeert hem. Jammer dat ze niet binnenkomt. Nou is Ronald, nou is zij er ook. Dat zijn er 2 tegelijk. Fantastisch. Yvonne Mandel. Je hebt gezwaaid, hè? Ja, inderdaad, ja. Af en toe ging er wel eentje los, maar goed, het kon het gelukkig volhouden. En een droog pak. En een droog pak, hè. En droge haren. De score van Almere officieel, dames en heren, inderdaad 7 mensen overgebracht. En nu, ja, kom maar Almere, niet zo bescheiden, want nu wordt het heel stil in Twente. U weet het, ze hebben hun joker gezet. Ze staan nu klaar. Frieseveen van start. Dick, kunnen we? Miel, ga je gang. Dit kan wel eens een beslissende race worden voor Frieseveen, wat zijn joker heeft ingezet met Gerard Ruhoff, de agrarie landbouwer, daar als eerste in de touwen. Dan Erik Roelofsen erachter en Dick Zomer daar weer achter. En hoe doen die dat? Nou, die doen het als Tarzans in de jungle. Kijk eens even aan hoe dat gaat. Daar is hij binnen. Gerard Ruhoff. En daar Erik Roelofsen. Hoe gaat het daarmee? Ja, die komt ook binnen. En nou Dick Zomer er nog uit. Nee, hij haalt het niet. Ruhoff eraf. En daar staat de joker op. En nou moet Dick Zomer erachter. En dan Gerry Meijering, denk ik. 2 zijn er binnen. En die ballen die blijven maar komen. Gerry Meijering moet er doorheen. De nummer 4 binnen, prima. En nou Marie-José Wolters, want die was aan de beurt. Samen met Wilje Alvink. En die laten elkaar voorgaan. Dame bij dame gaat voor. Kijk hoe ze dat halen. Of er moet zo'n bal dat ritme verstoren, want het is een prachtig ritme. Kom nu even door. Die kleine stokjes pakken. En dan weer terugzwaaien. Die kracht op die armen verleggen. Daar gaat ze. Ze kan nu finishen.
Daar is inmiddels dus ook Gerard Ruhoff weer teruggekomen, want dat is een razendsnelle. Meisje binnen. En Gerard komt ook binnen. En daar is hij. En nou stromen ze binnen als een waterval. Maar denk erom dat het zwaar is, dames en heren. Ik geloof dat de mannen door het ballengooien heen zijn. Daar komt er weer eentje. Ik tel op het ogenblik een stuk of 7. Maar dat moet u aan de scheidsrechters straks even overlaten. En daar komt Gerry Meijerink aan. Gerry binnen. Uitstekend, Gerry. In die hele zware proef. Ook binnen. En nu nog even 1, 2, 3 van die trapezes. Wie gaat dat nog halen? Kijk aan, zo vlak voor de finish. 9 zijn er binnen. 10 denk ik nu. En dan is de tijd op. En dan heeft Friese-Veen, naar mijn gevoel, een fantastische prestatie geleverd. En dit is Marie-José Wolters, 27 jaar, lerares. En nou pak je zo'n stok en dan moet je je gewicht verleggen. Dan komt alles op die linkerarm, aan die rechterarm aan. Dan moet je met die linker door. En dat stokje, dat is bepaald niet smal. Daar moet je weer goed omheen grijpen. Vooral voor de dames is dat wel een probleem. Maar zij gaat door. Zij pakt hem goed. Achteruit zwaaien. Nou weer naar voren een weg zoeken. En zo, in de wetenschap dat je ploeg de joker heeft ingezet, baant Marie-José zich een weg. Uitslag tweede manche. Friese-Veen met de joker, inderdaad. 10 mensen over, dames en heren. En daarmee gaan ze aan de leiding in dit spel. 10 achter mij. Ik heb u gezegd, nu gaan we eerst wat anders doen en daarna komen we terug bij het zwembad. Want wat gaan we doen? We gaan American Football spelen, maar dan ook wel weer op zijn zeskamps. Nou is dat niet zo'n verschrikkelijk veel gedane sport, zal ik maar zeggen, in Nederland. Daarom maar even de uitleg. Kom er even bij. Ik heb hier Doetinchem bijvoorbeeld. Die staat hier in het tenue van de Amsterdam Crusaders. En ze zijn dus rood en grijs. Daarachter, dankjewel Raymond, dit is Raymond Heerenveen. Daarachter Oude Pekela in het grijs. Zij zijn de Raiders uit Den Haag. Die zijn Nederlands kampioen geworden dit jaar. Nou, wie weet. Dan gaan we naar Friese-Veen in het Bordeaux met geel. En hij komt van de Elfen aan de Rijn Eagles. Leuk zeg. En tenslotte Almere in het geel-blauw gemixt. Hij is van die Amsterdam Rams. En zij werden tweede, verloren in de finale van de Raids. Zeg, succes. Hoe gaan we dat nou doen op zijn zeskamps? Ik heb hier de bal. En die bal die is voorzien van 2 belletjes. Hoor maar. Dat heeft de decorafdeling van de NOS gemaakt. Die bal wordt dadelijk om de 10 seconden van beide kanten het veld ingeworpen. En de ploegen die komen het veld uiteraard ingelopen. 1 eng dingetje is er aan de hand. Ze zien niks. Want ze zijn volkomen geblinddoekt. Op het doel zit de dame om hen te leiden met een megafoon. De ploeg die de meeste ballen terug weet te brengen in eigen doel is winnaar van de punten 8 en dan 6 en dan 4 en dan 2. Geen jokers, want die zijn er allemaal uit. Wat ga je nou schreeuwen? Vienne. En dan komen ze bij je? Ja, gelijk. Ja? Ja. En hoeveel ballen krijgen jullie in doel, denk je? Oh, een stuk of 10. Ja? Ja. Minstens. Ja. Ja, ja. Ja. Daar zijn wij voor. Ja. Ja. Jullie moeten die 10 ballen in doel brengen, hè? Ja hoor. En het lukt je ook? Dat dacht ik wel, ja. We hebben geluk aan onze kant, dus dat kan vanavond niet stuk. Dus Sammy Balli geregeld vanavond. Wij zijn er klaar voor. American Football. En ik vraag aan de American Football referee number 1, Miel Keizer, kunnen we... En die breedgeschouderde mannen, dames en heren, die moeten het dan wel maken. Die moeten die ballen pakken en in de doelen transporteren. Maar vergis u zich niet, want denk erom dat die shouters die daar boven op dat kleine zitje op het doel zitten, dat die het moeten maken. Ricky Beuving voor Friese-Veen. Manon Bijtjes voor Almere. Mariet Zuiderveld voor Oude Pekela. En Marie-José Vissers voor Doetinchem. En hoe coachen ze hun mannen? Hoe sturen ze die mannen die er hun weg proberen te vinden? We hebben er al een aardig partijtje rond zo op het veld. Hoe sturen ze die mannen zodat de eerste bal in de goal komt? En die gaat nu komen. En Friese-Veen heeft er 1 in. En aan de overkant Oude Pekela. Want je kan niet alles tegelijk laten zien. Heeft er ook 1 in. Dat is een prima partijtje wat er gebeurt. De American Football liefhebbers die natuurlijk met hun steeds groeiende populaire sport hier wel raar van op zullen kijken hoe dat hier gespeeld wordt. Maar die ons wel die voortreffende aankleding hebben bezorgd. Die zullen constateren met u samen dat het nu ongeveer zo bij Friese-Veen 4-2 in de goal, bij Almere 1, bij Oude Pekela 2. Maar bij Doetinchem nog niks. Alleen Doetinchem, waar zijn we? Zet hem op, stuur die bal in de goal. Kom op, Doetinchem. Nu gaan ze in de richting. Ja. Ik zou ze willen sturen, maar dat kan niet.
Even een innige omhelzing daar in de stroopbalen. Wie pakt nou die bal? Want daar gaat het tenslotte om. En dat moet die dame daarboven regelen. Hier in het lichtblauw Oude Pekela. En daar gaat er weer eentje in. Drie zie ik bij Almere. Ik zie er twee of drie. Drie bij Vriezenveen. Ik zie er twee bij Oude Pekela. Ik vertel u dat maar even, want je kan niet alles in één shot hebben. En bij Doetinchem is het doel nog kaal. Is het nog blank. Wat verdrietig daar. Een geworpen bal. Die stuitert bijna aan het doel in. Het was een onbedoelde gooi van de scheidsrechter. Die man heeft mazzel. Die pakt hem zomaar op. Gaat die bal stuiteren. Nou wordt hij gecoacht naar zijn doel. Ja man. Oh, nou laat hij vallen. Pak hem, dan heb je er twee. Pak hem, pak hem, pak hem. Haalt hij het? Hij heeft hem. Vlak op het nippertje. Voor de concurrentie kwam. Nou moet hij alleen nog zijn doel vinden. Als hij niet struikelt over de concurrentie. Daar gaat hij. Nummer 87. Jan Matel. Een 26-jarige politieagent met judo-ervaring. Nou moet die bal omlaag, nou moet hij in het doel. Hij heeft ze binnen en dat betekent punten voor Vriezenveen. Voortreffelijk gedaan, Jan Matel. En wat zie ik daar nog voor wat verdwaalde zwervers? Nou, dat hoeft dus niet meer. Vriezenveen, je kunt er niet omheen. Oh, we hebben het ons waar gemaakt, dacht ik, hè? Kijk, daar staan ze. Hoeveel? 2, 4, 6, 8 maal. Twee te weinig voor 10, hè? Maar toch goed, hè? Hey. Uitslag, dames en heren, American Football. En Vriezenveen viert een feestje. Let op, daar komt ie. Doetinchem maakte 1 doelpunt, krijgt daarvoor 2 punten, komt totaal op 16. Oude Pekela maakte 4 goals, krijgt daarvoor ook 4 punten, komt op 24, gaat aan de leiding. Almere maakte 5 goals, krijgt daarvoor 6 punten, gaat naar 20 punten. En Vriezenveen, dat de joker nog te goed heeft, ik zeg het met nadruk, 7 doelpunten, 8 punten op het scorebord, totaal 20 punten. En wij zijn terug bij het turnkorfballen. En u weet het nog, Almere 7, Vriezenveen 10. Hier staat klaar Doetinchem en ze moeten er wat van gaan maken. Heel sterk zie je eruit. Daar dacht ik. Hoe vaak kom jij over? Ik hoop op 3. We zullen je in de gaten houden. Oké. Miel Keizer, wij zijn er klaar voor. Daar gaat hij. En dat Vriezenveen dat de tweede plaats had gedeeld, dat had ze joker ingezet. En dus krijgen we nu voor Doetinchem de taak om het resultaat van die 10 van Vriezenveen te overbruggen. Met op kop Ben Guus Enink. Ben Guus Enink als een Tarzan door dat oerwoud heen. Hap. Hij slaat hele reeksen over, pakt het nu en is binnen bij Bert Schimmel, de oud-international handbal. En daar de nummer 2, Peter Onvlee. En daar de nummer 3 al onderweg. Terwijl die ballen omdoren vliegen, gegooid door André Boshoeven, Zaken de Boer en Ron Schaap van de tegenpartij, hebben ze er weer een binnen. Nummer 3 is binnen, Gert Griefink. En nou de dames, waar is Henny Rijn? Henny Rijnbergen. Henny gaat erover. Nee, Henny is weg. Annelies Aaldring. Annelies Aaldring zien we daar in beeld. Daar gaat ze. Zwaaiend met haar paardenstaartje. Ai, 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 wat is het nou jammer. Handjes zijn te klein voor die stokken. En dan moet Sylvia Romein komen. En hoe gaat het daarmee? Nee, de eerste is weer terug. Ben Guus Enink. Die Tarzan, die er, waarvan ik zei dat ik zo snel eroverheen ging, die haalt de tweede ronde al. Gaat die razendsnel om dat pad heen. Om weer een positie te vinden om voor te komen. Ze hebben op het ogenblik hoeveel binnen? 4-5. 5 binnen, 6 wordt het nu met Guus Griefink. En nou komt daar Peter Onvlee aan. Het lijkt dat hij het zomer haalt. Dat wordt 7. Ga door, ga door. Hoe zit het met de tijd? Ik denk dat we nog een seconde of 32 hebben. Dus dat kan wat worden daar van Doetinchem. Doetinchem, laat je eens horen. Laat horen dat je achter die ploeg staat. Want misschien redden ze het. Daar komt de volgende man binnen. Ik tel er nu 5 en 3 is 8. En Bert Schimmel staat al op zijn klokje te kijken. Daar komt Gert Griefink binnen. De hardloper die nou zwaait aan de trapeze. Althans, komt hij binnen. Ja, hij is binnen. Dat zijn er 9. Halen we er nog eentje. Hoeveel seconden hebben we nog? We hebben er nog 4 seconden. Kom binnen, meisje. Haalt ze het? Kom binnen. Nee, ze haalt het niet. Doet het hem, doet het hem. Ben Guus moet daar, die ik meerdere ronden heb zien doen. Kijk eens hoe die spieren daar werken. Die linkerarm nou over. De bal wordt gegooid, maar daar heeft hij geen last van. Daar gaat hij weer. Happakee. Over die hindernis. Hij heeft er nog één. Haalt hij, hoeft hij niet meer, want Bert Schimmel haalt hem al binnen. Nu baal ik van.
Maar wel waargemaakt, hè? Drie keer heb je gehaald, hè? Ja, ja, drie keer. Maar ja, jammer. Vriezenveen blijft in dit spel aan de leiding. Want Doetinchem kwam slechts tot 9. Het zijn er een heleboel, maar toch één te weinig om hen van de eerste plaats te houden. Alleen oude Pekela hier achter mij kan het feestje van Vriezenveen nog verstoren. Luister jongens naar de supporters. Maak er iets moois van. Laatste manch. Miel. Tot op dit moment oude Pekela met 24 punten aan kop. En nou moeten Johan Meijzer, Saken de Boer en Eduard Kruppelaar en Geertje Trent en Trainee Heidekamp en Nanda de Haan het gaan doen. Waarbij u kijkt hoe moeilijk het ze gemaakt wordt met het gooien van die ballen in die korven over een flinke afstand. Maar als zo'n bal net boven je hoofd terechtkomt, dan breekt die trapeze los. En dan moet je toch maar zien dat je aan het eind komt. En dan moet je heel wat verder zwaaien dan normaal. En daar zien we Geertje Trent overgaan. Geertje Trent, die denkt ook, Pekela, wie Pekela zegt, moet Pekel B zeggen. En ik wil dat ze Pekel A tot Z zeggen. Hoeveel zijn er binnen op dit moment? We tellen er 3. En daar kan nummer 4 binnenkomen. Nummer 4, Geertje Trent. Is binnen. En de captain mag wachten, waar blijft mijn volgende klant? Nou, die is onderweg. Als dat tenminste lukt, daar ziet u, dan wordt iemand getroffen door even die ballen. Dat is echt boven in de koker. Daar komt de 5e binnen, denk ik. De 6e is onderweg. De 6e is de laatste dame, Nanda de Haan. En daar hebben we één van de mannen die het ook moeten maken. We hebben er 5 binnen. We hebben er 5 binnen. En we hebben nog ongeveer een 20, 30 seconden te spelen. 40 zelfs nog. Dus er kan nog wel wat worden. Dat zit erin. Daar gaat Johan Meijs weer. Johan Meijs op weg naar een behouden plaats daar op dat platform. Goed zo, Johan. Mooi gedaan. Mooi soepel. En daar de volgende avond die het ook. Eén van de dames komt daar naartoe. Nee, die haalt het niet. En nu maar door voor Saken de Boer. Saken de Boer die steeds zijn tegenstanders geplaagd heeft met het ballen gooien. En nu zelf aan de lijnen hangt. En hij komt goed over. En hij komt er weer heen. En wij zitten hier in ons hokje op 9. Op 9. Komt er nog één bij met nog 4 seconden. Nog 4 seconden te gaan. Einde van het spel. Wij tellen totaal van 9. En het is 10, zegt de charmante Rolenstar. En die heeft er vlakbij gestaan. Oude Pekela, dames en heren, u hebt het gezien. Officieel ook 10 mensen overgebracht. En dat is leuk. Betekent een ex-equo op de eerste plaats. Almere bracht 7 mensen over, krijgt 2 punten. Komt op 22 totaal. Doetinchem, toch zo'n prachtige prestatie. Maar ja, nu worden ze derde. Krijgen met die 9 slechts 4 punten. Gaan naar 20 totaal. En dan het ex-equo. Oude Pekela met 10 zou 8 punten krijgen. Maar we delen dat omdat het een ex-equo is. Gaan dan 10 en 6 samen tellen, delen door 2. Je kan ook zeggen, we nemen het tussenliggende getal. Krijgt 7 punten, gaat naar 31. Vriezenveen is 2 punten kwijt door die prestatie van oude Pekela. Krijgt 7 punten maal 2, 14 punten, pakt de leiding met 34 punten. Ja, dat dacht ik wel. En nu, u hebt het allemaal gezien op het scorebord, u ook in de hal. Vraag ik alsjeblieft stilte, want uw denkers gaan aan het werk, dames en heren. We zijn aan de denkkamp. Wat gaan we doen? Heel snel nog even. Daar zitten ze, 2 per ploeg. Heer en dame, als professoren in de bibliotheek, krijgen zo dadelijk in razend tempo een aantal vragen gesteld. Weet u de antwoord? Ram op de knop. Wie het eerst is, mag het eerste zeggen. Is het goed, 2 punten omhoog. Niet goed, 1 punt naar beneden. Drukt u helemaal niet of krijgt u geen kans op te antwoorden, is dat gewoon niks aan de hand, blijft u zitten. Aan het eind van de rit, u krijgt van ons 50 punten statiegeld, worden de punten die er dan staan vertaald in 8, 6, 4 en 2 punten. Voor ik ga beginnen, de werkelijke speeltijd is 5 minuten. Wil ik u graag voorstellen, voor zover dat nog nodig is, aan de shouter die ook hier vanavond weer zal zorgen dat ik weet wat er gebeurt. Claudia! Hallo Claudia. Ik stond er al. Hoi. Ja, vertel. Nou, het ziet er heel goed uit en het is ontzettend spannend, vind ik, hè, zoals het nu gaat. En dat is niet voor niets, want het thema van deze avond is sport. En dat wil ik nog even vertellen, het is misschien wel erg leuk dat behalve algemene kennis ook er af en toe vragen tussen zitten van het thema van de avond. Het is vanavond sport. Dus heel veel succes nog een keer. Juist, dat zei Claudia en daar sluiten wij ons mee aan. Dus een kleine vingerwijzing en ook de vinger aan de knop. Dames en heren, Dick Stuart drukt de stopwatch in op dit moment. Attentie. Vraag 1.
Hoeveel ministers zitten er in onze huidige regering? Oude Pekela. 14. Is goed, 2 punten. Volgende vraag. Hoe heet Bill Cosby in... Oude Pekela. Dr. Huxtable. Is goed, 2 punten. En dat zei Hans van Leeuwen, radiodiagnost uit het Lucas Ziekenhuis. Vraag 3. In welke plaats start jaarlijks het Scootjezielen? Oude Pekela. Sneek. Is niet goed. Frieseveen. Harlingen. Is niet goed. Doorgaan. Grauw. Doetinchem. Is goed. Grauw. 2 punten voor Doetinchem. Volgende vraag. Wie maakte het schilderij Mallebabbe? Doetinchem. Jeroen Bos. Is niet goed. Frieseveen. Wou ik ook antwoorden. Dat is dan ook niet goed. Niemand verder. Het was Frans Hals. Wie maakte het lied Mallebabbe bekend? Doetinchem. Rob de Nijs. 2 punten Doetinchem. Op welke vaste zaterdag worden jaarlijks de TT-races? Oude Pekela. Laatste zaterdag van juni. Is goed. 2 punten. Volgende vraag. Hoe noemt men in de paardensport een herhaalde wedstrijd? Frieseveen. Barrage. 2 punten Frieseveen. Vul aan. Vul aan. Als de vos de passie prikt. Frieseveen. Boer pas op je kippen. 2 punten. Opgelet jongens. Wat is waarheid in het Russisch? Doet ik hem. Pravda. Is goed. Ja, hij werd gered, zeg. Zag je dat? We gaan naar de afkortingen. Snel, hè? BTW. Almere. Belasting toegevoegde waarde. 2 punten Almere. BZN. Oude Pekela. Bent zonder naam. 2 punten Oude Pekela. Historisch. VOC. Oude Pekela. Verenigde Oost-Indische Compagnie. 2 punten. Ik ga even stoppen. Oude Pekela. H-A-O. H-E. Almere. Hoger Economisch en Administratief Onderwijs. 2 punten Almere. ANWB. Oude Pekela. Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. 2 punten Oude Pekela. Hoeveel spelers en speelsters zijn er bij een zaalkorfbalwedstrijd totaal op het speelveld? Totaal. Zaalkorfbal. Almere. 8. Het is niet goed. Verder niemand. Het zijn er 12. Waar zaten 2 haasjes heel parmant? Frieseveen. In een groen knallenknallenland. Een heleboel groene. 2 punten. Rekenen. Hoeveel is de wortel uit 169? Oude Pekela. 13. Daar is die goed in, hè, die dokter. Ja. En hij is niet eens standaard. Uit hoeveel coupletten bestaat het Wilhelmus? Almere. 15. Is goed, Almere. 2 punten. Wie schreef het boek Jip en Janneke? Frieseveen. Annie M. G. Schmid. Is goed. 2 punten. Hoe heet het Israëlisch parlement? Oude Pekela. De Knesset. 2 punten, Oude Pekela. Aan welke rivier ligt Zaltbommel? Frieseveen. Aan de Bommel. Niet aan de Bommel. Dick. Doetinchem. Doetinchem. Wow. Aan de Waal is goed. 2 punten. Hoeveel graden hebben de hoeken van een driehoek samen? Oude Pekela. 180. Ja, dat mag niet missen. Goed. Hoe is de Nederlandse naam voor Felix Domesticus? Oude Pekela. Huiskat. Latijn en leuke, die dokter. Ja, daar gaat hij weer. Oude Pekela. Je gaat dadelijk door het dak heen. Wie stichtte het wereldberoemde hospitaal in Lambarene? Doetinchem. Albert Schweitzer. Dokter, je was te laat. Ja hoor, goed gedaan, Doetinchem. Wat betekent het woord... triathlon. Frieseveen. Een wedstrijd die uit 3 onderdelen bestaat. Jee. Dat wil zeggen wielrennen, zwemmen en hardlopen. Ik vind het uitstekend hoor. 3 kan betekent het, ja. Vul aan. Let op jongens, vul aan. Laat niet tot dank voor aangenaam... Almere. Laat niet als dank voor aangenaam verpozen de schillen en de dozen. Is niet goed. Frieseveen. De eigenaar van Bos, de Schillen en de Dozen. 2 punten, Frieseveen. Wie componeerde de 1 na laatste vraag, zie ik, want ik heb haast geen tijd meer. De symfonie met de naam Eroica. Oude Pekela. Beethoven. 2 punten, Oude Pekela. Laatste vraag, want het kan nog net, Dick. Wie schilderde Guernica? Almere. Picasso. Picasso, 2 punten Almere, dames en heren. Applaus voor de denkers. En kijk eens naar dat onwaarschijnlijk aantal punten van Almere. Ik bedoel, van Oude Pekela. Daar zitten ze. Mieke Gruppelaar, huisvrouw, zoon van 18,
dochter van 17, vroege secretaresse. Hans van Leeuwen, gezegd, radiodiagnost in het Lucas Ziekenhuis in Winschoten. 71 punten. En ex-eco Doetinchem Vriezenveen bij de 59. Almere Sluiderij met 56. Wat het allemaal betekent, gaan wij bekijken op het scorebord. Groningen altijd nummer 1. En waar was u heel bang voor wat gevraagd zou worden? Veel muziek. Dat ben ik niet zo goed in. Nee. Waar was u bang voor wat gevraagd zou worden? Nou, eigenlijk hetzelfde. Dat was ons zwakke punt, maar dat hebben ze niet gevonden. Jullie waren heel sterk en wie zit dat helemaal bovenin? Ja, de cijfers spreken voor zich. Uitslag, dames en heren, in punten van deze fantastisch verlopen zeskamp. Oude Pekela met die 71 punten krijgt 8 punten op het scorebord. Gaat naar 39 punten. En de sensatie is compleet, want Vriezenveen en Doetinchem een ex-equo. Dat betekent dat wij bij elkaar tellen 6 en 4 is 10 punten gedeeld door 2. Dat betekent dus ook Doetinchem 5 punten, gaat naar 25. Maar wat nog interessanter is, Vriezenveen 5 punten gaat naar 39 punten. Gelijk. Almere 2 punten, komt totaal op 24. Daar staat hij. Ja. We hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Aan de leiding Oude Pekela en Doetinchem. Daaronder met 25, maar Vriezenveen gaat gelijk op met Oude Pekela. 39 punten. En wat is nou leuker dan dat ze nu toevallig geloot hebben tegen elkaar in de volgende wedstrijd. Een directe confrontatie tussen de beide koplopers. Hier kan een voorbeslissing gaan vallen. Wat gaan we doen? Zeezeilen. Zeezeilen op de vloer hier in die prachtige treien valt niet mee. Toch kan het in zeskamp. Wij hebben achter ons staan 2 fraaie zeilvaartuigen. Die worden straks gedragen door 2 heren. Daarop zitten 2 dames. En zij moeten ballen, en in dit geval noemen we het boeien, overbrengen van de een naar de andere kant. Het wordt heel spannend, hè? Ja, zeker. Want jullie staan gelijk. We zijn zeker gelijk, maar we zullen ons best doen om bovenaan te komen. Ja? Het zal een zware wedstrijd worden. De ploeg die het snelste alle 10 de boeien heeft overgebracht, is winnaar van het spel. Dick Stuart staat er klaar voor. Miel Keizer ook, en de boten zijn klaar. Deelnemers, attentie. Miel, ga je gang. En wat een spanning moet er zijn bij die deelnemers. Want nou gaat het erom. Allebei 39. Vriezenveen links van stuit. En Oude Pekela rechts van stuit. En nou gaat het erom dat Marie-José Wolters die ballen daar, die bakens goed neerzet. En dat datzelfde gebeurt bij Anita Huytema van Oude Pekela. Oude Pekela heeft ze aardig op. En ze gaan bijna gelijk op. Ik zie dat Vriezenveen een kleine voorsprong heeft. En nu zie ik dat ook. En denk erom dat die mannen, die Hans Ruhoff en Jan Matel, de agrariër en de politieman, dat die moeten sjouwen. Want denk, zo'n hele stellage weegt ongeveer 180 kilo. En die 180 kilo moeten ze overdragen, net als Ron Schaftenaar en Georg Spelde van Oude Pekela. En die moeten daar precies die balans vinden. Die moeten dat kunnen houden met die dames erop. En nu heeft Oude Pekela de voorsprong genomen. Oude Pekela, u ziet het, OP. OP heeft er weer eentje op. Als een bal valt, moet hij weer teruggelegd worden. Daar gaat Anita Huytema weer. Ze heeft hem op plek. Dicht achter de zit Vriezenveen. Zit daar Marie-José Wolters, gesteund door Gerry Meijerink. Dan moet je die bal precies door die smalle doorgang gooien in die stalen constructie. Wie gaat dat winnen? Dat hangt erom. De voorlaatste bal komt binnen bij Oude Pekela. En daar gaat ze naar beneden. Als hij nou goed gegooid wordt, en dat is een spanning. Hij ligt, Oude Pekela wint. En bij Vriezenveen dacht ik dat die bal verloren ging. Maar ja, daar komt de captain de volgende. En nu ligt hij ook. Een uitstekende presentatie van Oude Pekela. Applaus. Draag de opname, hup, pakken zo'n bal, dat moet je goed doen. Dan moet je je gewicht verplaatsen. Dan moet je die bal precies sturen tussen 2 ijzeren palen door. Die wordt dan gevangen en hem dan, heel voorzichtig zou ik bijna zeggen, neerleggen op dat baken. Verloren nu? Ja, denk het, hè. Maar er kan ook van alles gebeuren, denk ik. Bij ons zit het venijn in de staat. Ja? Ja, cool. We wisten dat we het stoer zouden krijgen, maar we hebben het gemaakt. En ik hoop dat het straks met de wielrennen precies net zo gaat. Oude Pekela pakt de leiding, dames en heren. En dat laten ze horen ook. Ja, ze hebben gelijk. Prachtige tijd, Oude Pekela. 1 minuut 31, 1 tiende. Tijd van Vriezenveen.
1-40-3. En nu hangt het er maar van af welke van de twee ploegen, of misschien allebei, zich nog tussen die twee in weten te wringen. Want dan wordt Friezenveen nog verder teruggeworpen. We wensen het dan niet, maar het zit erin. Almere en Doetinchem hebben het in handen nu. Hoe groot de voorsprong gaat worden van Oude Pekela. Zij zijn er klaar voor. Met alleen hierna nog de finale te gaan, gaan we naar de laatste manche van dit prachtige zeezeilspel. Miel, ga je gang. En in die bomvolle sporthalde treien hier in Friesland moeten nu Almere en Doetinchem het gaan doen. Kunnen ze Oude Pekela nog bereiken met zijn 1 minuut 31? Of misschien Friezenveen met 1 minuut 40? Kijkt u zelf, zie hoe daar Jolanda Leij en Andrea Kok daar voor Almere in de weer zijn. En Annelies Aalderink en Henny Rijnberger voor Doetinchem. Maar vergeet die twee mannen niet. Per partij Hans Berkenbos en Ruud Brinkmans en Erik Sloten en Guus Ewing. Die dat gewicht van 180 kilo wel mee moeten dragen. Almere op kop. Almere heel ver voorop en daar een gemiste bal. Dat betekent stop en terug. De scheidsrechter gooit de captain geeft de bal terug. En Doetinchem heeft het moeilijk. Oh, wat heeft dat Doetinchem het moeilijk. Almere gaat gewoon door. Dat mag je ook verwachten van zo'n nieuwe provincie. Die bal steeds correct spelen tussen die twee smalle paaltjes door. Hem dan plaatsen. Daar gaat er op twee na laatste bal. Dit gaat Almere winnen, denk ik. Kijk eens hoe fantastisch dat gaat met zo'n Andrea Kok. Maar nou missen hem. En dan moet het toch weer even overgedaan worden. Captain heeft hem neergelegd. Daar komt hij nog een keer. Kijken of het nu lukt. Het lukt. En nou de laatste. Zou dat lukken? Bal is gepakt. Bal moet doorgegooid worden. Daar wordt hij neergelegd. En daar haalt Almere in een tijd van 1 minuut 23. Wat een razendsnelle tijd is. Haalt hij de finish. En Doetinchem komt erachter. En Doetinchem is nog niet uitgespeeld. Nog 1, 2, 3 hindernissen moeten ze daar nemen. Henny Rijnberger die wacht nu op de volgende bal. Die komt daar. Die moet ze daar deponeren en die blijft liggen. Henny Rijnberger en haar collega Annelies Aalderink. En die mannen dragen al veel langer het zwaar gewicht van minimaal 180 kilo. Nog één hindernis. Achteroverleunen. De balans in evenwicht brengen. Hartstikke idee. Nou, die bal precies tussendoor mikken. Ze is moe, dat zie je. Maar daar gaat hij. En dat is eindschot voor Doetinchem. Ik ben kapot. Ik ben hier rug. Oh, ik heb spijt in mijn rug, ja. Het is rugbrekend dit. Ontzettend. Ja, het is bijna niet vol te houden. Iedere keer weer naar achteren en vanmiddag ben ik ook al bij het trapeze doorheen gegaan. Heel zwaar. Ontzettend. Ja, maar vierde zijn is ook hartstikke leuk. Ik vond het leuk om mee te doen. Uitslag, tweede manche zeezeilen, dames en heren. Doetinchem, een tijd van 2-0-6-4. Almere, een schitterende tijd, 1-22-5. De punten. Doetinchem, 2 punten, komt op 27. Friezenveen, met die 1-40-3. 4 punten, gaat naar 43. Oude Pekela, 1-31-1. 6 punten, gaat naar 45. Almere, winnaar van deze wedstrijd, 8 punten, gaat naar 32. En wij hebben alleen de finale nog te gaan. Achter mij staan ze dan, de coureurs die het moeten gaan doen. Wat gaan we doen? Racen op zeer kleine motoren met zijspan. 2 per ploeg komen er in de baan. Ze mogen een ronde maken, ze gaan naar buiten, ze komen terug en dan gaan ze wisselen en dan gaan ze meerdere ronden maken. U zult het allemaal zelf meebeleven. Even dit voor de puntentelling. Kom je als eerste binnen, helemaal van het totaal, krijg je daarvoor plaatsingscijfer 8. Kom je bijvoorbeeld met je tweede ploeg dan als vierde binnen, krijg je daarvoor plaatsingscijfer 5. 8, 7, 6, 5. 8 en 5 is 13. Dat geeft een getal en dat getal is bepalend voor de punten aan het eind. Het is heel spannend, denk ik, voor jullie, hè? Ontzettend spannend. Want je kunt eerste worden. Ja. Je staat nu tweede. Ja, we worden eerste. Dat weet je heel zeker? Ja, ja. Jullie staan eerste, maar je kunt tweede worden. Nou, we doen ons best om eerste te worden, dus meer zit er niet in voor ons, dus nummer 1. Laatste wedstrijd, ook laatste keer dat ik het roep. Dick Stuart, zijn ze klaar? Miel Keizer, voor de laatste maal, attentie, go! En wie had het ooit gedacht?
Een Le Mans-start bij een soort TT-race in een kaatshal in Friesland. Daar gaan ze, de mannen op weg naar hun zijspannen, waar de bakkenisten al zitten te wachten. De damesbakkenisten, mag ik wel zeggen. En wie komt daar het eerste tevoorschijn in deze allesbeslissende race? Het is Doetinchem. Doetinchem als eerste binnen. Daar zie ik Friezenveen. En nou maar kijken hoe we dat traject gaan maken, jongens. Hartstikke idee. Daar gaat Almere. Almere opkomt met een razendsnelle combinatie. Die daar een moeilijke hindernis moet gaan nemen. Bijna doorglijdt. Toch doorgaat. Ja, dat is Almere 1. Dat is Berghuzenik en Toon Hendricks. Die daar met Sylvia Romain over de vloer gaan. Ze moeten nu gaan wisselen in het wisselvak. Almere gaat op kop. En daar pal achter zien we dan de mensen van Oude Pekela. Oude Pekela wat hier alles op het spel moet zetten om het te halen. Alles op het spel moet zetten. Daar moet je ook op wijken. En Oude Pekela ligt op kop. Hij heeft de buitenbaan genomen, heel verstandig. Maar wordt dan voorbij gegaan door Friezenveen. Friezenveen voor wie het net zo belangrijk is. Friezenveen op kop. Nou moeten ze over die helling door de splitretten die daar liggen. Daar kun je behoorlijk uitglijden. Over de helling. Daar gaat, dames en heren, Friezenveen op weg naar wellicht de punten die ze zo uit nodig hebben. Dan moet je daar wisselen naar buiten. Friezenveen over de strobalen nu. En dan gaan we naar buiten met z'n allen. Daar kan niet gereden worden. Daar kan moet gedragen worden de 35 kilo zware fiets. En wie komt er als eerste binnen? Friezenveen nog steeds op kop. Friezenveen 1, denk ik, als ik het even zo bekijk. Maar dat zien we zo wel. En nou gaan ze hun bijna laatste ronde in. Hapsik idee, Friezenveen op kop. Oude Pekela erachter, Doetinchem erachter. Dat kan wel worden voor Friezenveen. Laat je horen. Mensen, laat je horen bij Friezenveen. Want ze zitten daar en ze gaan nou op één rondje draaien. En dan komt de geblokte vlag. Friezenveen op kop. Kijk ze naar sjouwen. Kijk die bakkenisten in die bocht. Daarachter zit Almere. Friezenveen door de bocht heen. Weer wisselen. U ziet ze. Ze gaan naar buiten houden. Dat Doetinchem neemt de tweede plaats inmiddels. Terwijl dit allemaal buiten uw beeld gebeurt. Doetinchem op de tweede plaats. Almere derde. En daar komt Friezenveen. En als dat geen overwinning wordt, dan weet ik het niet meer. Want ze zijn zo snel. Ze moeten nog een rondje. Daar komen ze uit het donker, uit de regen. Komen ze naar binnen en nou op die zijspan. En nou door. En daar gaat hij. Friezenveen, het eerste team van Friezenveen. Bestaande uit Gerard Roehoff, Dick Zomer en Gerry Meijering. En ik denk dat ze het gaan maken. Ik denk het. Ze komen naar de richting van de finish nu. Friezenveen. Met daarachter Doetinchem 1. En daarachter Oude Pekela. En daar finishen ze. Friezenveen is binnen. Nou kijken hoe het verder gaat. Doetinchem zwoegt zich over die helling. U ziet het even niet. Hier ziet u een andere vlak. Komt Doetinchem. Doetinchem 2. Het team van Gert Grievink en Bert Huidman en Marie-José Vissers. De derde is inmiddels binnen. En dat was Almere. Daar komt Oude Pekela. En nou die close finish. Dat weet ik niet helemaal meer. Dat hoort u van de scheidsrechters hoe dat afgelopen is. Het publiek heeft er al een idee van. En jongen, wat zijn die mannen en die vrouwen moe. Ja, ik had het voorspeld. Hè. Wat een spanning, dames en heren, en wat een sensatie. En wat een boekhouding. Ik had bijna een computer nodig, maar dankzij Dick Stewart ben ik eruit gekomen. Laten we maar eens gaan kijken. Doetinchem kwam binnen met een tweede en een zesde plaats. Dat is, wacht nou even, dat geeft cijfer 7-3, komt op 10 punten. Niet op het scorebord, maar in de klassering. Oude Pekela kwam binnen op een vierde en een zevende plaats. Dat geeft een klassering 5 en 2 is 7. Friezenveen kwam binnen op een eerste en een vijfde plaats. Dat geeft klassering 8 en 4, oftewel 12 punten. Maar dan, Almere kwam binnen op een derde en achtste plaats. Geeft cijfers 6 en 1 en zit dan gelijk aan Oude Pekela, eveneens 7 punten. Maar dan is daar weer ons geweldige reglement, want wat zegt dat? Dan gaan we kijken wie van die twee ergens de hoogste plaats van de vier had. En dat was Almere. 6 en 1, Oude Pekela 5 en 2. Betekent dus Almere wordt in deze race
met die 7 punten. Derde en Oude Pekela helaas laatste. Hier komen de punten. Oude Pekela krijgt 2 punten, gaat naar 47. Almere krijgt 4 punten, gaat naar 36. Doetinchem krijgt 6 punten, gaat naar 33. En de winner is Vriezenveen, 8 punten, komt op 51 punten. Feestvreugde in de hal, prijsuitreiking en natuurlijk hebben wij voor alle captains een prijs. Voor alle ploegen liever gezegd. Op de schitterende vierde plaats is geëindigd Doetinchem met captain Bert Schimmel. Bertje. En voor jou een beker, bloemen en de kussen van de Rollerstars. Op de derde plaats Almere met captain Allard Veldhuis. Daar komt Allard. Beker, bloemen en kussen. Op de tweede plaats, Oude Pekela, wat heeft het fantastisch gedaan. Jan Bruintjes komt op het tweede platform met beker en bloemen. Licht teleurgesteld, hoeft hij niet te zijn. Grandioze ploeg, nog een keer, Oude Pekela. Maar dan de kampioen. Hij is adjunct-directeur van de Dr. Schaapman MAVO uit Tubbergen. Hij heet René Oude Alink en hij komt uit Vriezenveen. En wat is hij blij. Daar gaat de beker, daar gaan de bloemen en daar gaan kun je erbij. Hij is lang hoor. Kus ook hoor, denk erom. En met deze vreugdevolle beelden, dames en heren, gaan wij afscheid van u nemen vanuit Franeker. Dit was de tweede zeskamp van het seizoen. Zij, Vriezenveen dus, plaatsen zich voor de finale ergens in mei. Maar wij zijn over 5 weken bij u terug, wanneer zeskamp komt vanuit de Rijnhal in Arnhem. Plaatsen die avond. Medemblik, Maasbree, Bunnik en Westervoort. Bedankt voor het kijken allemaal. Graag tot ziens. En u ook allemaal bedankt. Tot kijks. Dag. Dat was het inderdaad. Nou, helemaal onverwacht dat laatste. Echt waar. We zijn er ook helemaal kapot van. Ik denk dus de spelers nog meer dan wij. Want die hebben alles uit de kast moeten halen aan het end. Maar het is gelukt. Was met het laatste spel uw bloeddruk? Nou, ik denk toch iets boven normaal, ja.